Hoi allemaal, leuk dat je meekijkt. Dit is de Nationale Biedwedstrijd van BID72, week 23. Bob en ik hebben de handen geboden. Bob zelfs vanuit het EK in Straatsburg. Maar speelt natuurlijk wel gewoon lekker mee met de Nationale Biedwedstrijd. Ik heb deze mooie 18 punter en mijn partner opent een ruiten. Ik bied een schoppen. De schoppen of meer. En mijn partner biedt een sans. 12 tot 14 gebalanceerd. Ik zit een beetje naar mijn kaart te kijken. Ik denk nou als we geen fit hebben is misschien drie sans wel goed. Als we een hebben zou het nog zes klaver kunnen zijn. Schoppenfit zou het nog zes schoppen kunnen zijn. Maar ja, hoe vraag je daarnaar? En je hebt daar verschillende manieren en conventies voor. Je kunt bijvoorbeeld uh, checkbacksteeman spelen. Twee klaveren. Je kunt gewoon oldschool spelen. Dat je jump naar drie klaver. Maar wij spelen X, Y, Z. Ofwel two way checkbacksteeman. Dat betekent dat we twee klaveren is elke inviterende kaart. Of zwak met ruiten. En twee ruiten is elke Marchforsing hand. Dus ik bied hier twee ruiten. dat is de bieding marchforcing op twee niveau altijd lekker. En ik vraag mijn partner de hand, zijn hand om schrijven. Nou, twee schoppen geeft hij een drie driekaart schoppen aan. En nu heb ik eigenlijk twee opties. Ik kan uh, vier schoppen bieden waarmee ik de bieding afmaak. Of drie schoppen bieden om schoppen vast te stellen. En dat betekent dat je niet alleen schoppen vaststelt, maar ook slim interesse hebt. Mijn partner wist nog niet dat ik een 5k schop had. Twee ruiten kan nog van alles wezen. Oké, okay, dus drie schoppen, slim interesse. En dat is het voordeel van die conventie ook, dat je op drie niveaus dus zelfs als slim interesse kan tonen. Nou, Bob iets via ruiten Q. En nu kom ik in via RKC A's vragen. Geef mijn partner twee azen aan zonder troefvrouw. Dus harte A's, ruiten A's en niet schoppenvrouw. Nou, dan maak ik hem natuurlijk af. Op zes schoppen. En zo kwamen wij op zes schoppen, en dit was zijn kaart. Zoals je ziet, een heel kansrijk contract. Misschien moet je wel wat snijden, maar je kunt een klaver snijden en je kunt de schoppen snijden. Als een van beide goed zit, dan heb je wel een grote kans om het contract te maken. Groot percentage: 42% zat toch in zes schoppen? Hartstikke goed. Dus bij deze. Nou, ik zeg uh, heel veel plezier met het bieden van de handen komende week. Ik hoop dat Bob ook weer tijd heeft om tijdens het spelen uh, nog even tijd te maken voor Bit72. Maar ik verwacht hem wel. Ik zeg veel plezier, de goedjes en geniet van, de, van het mooie weer deze week. Hoi hoi.